wat schil in de jas, ja. Weg. Hoe staan jullie ervoor? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. We hebben drie oefenwedstrijden gehad, waarin we het twee keer aardig tot goed hebben gedaan en één keer heel slecht. Dus tot nu toe wisselvallig, maar vanavond ben ik zeer tevreden. Klinkt misschien een beetje gek, maar was je eigenlijk blij met een grote nederlaag afgelopen zaterdag? Ik ben nooit blij met een grote nederlaag. We zijn wel, moet ik zeggen, blij. Heeft het je ogen geopend? Het heeft mijn ogen in ieder geval dusdanig geopend dat ik weet waar we zeker aan moeten gaan werken. En ik hoop dat de jongens ook beseffen dat als je 6-1 wint, dat je dan denkt van nou, dat doen we eventjes. Ja, we doen niks eventjes. Dat er gewoon elke wedstrijd volop arbeid geleverd moet worden. Het was een trainingsweekend. Hoe is het weekend verlopen? Ja, is prima. We hebben vrijdag goed getraind. Daarna hebben we gegeten. We hebben wat gezelligs gedaan met elkaar. Zaterdags gespeeld, daarna ook weer wat leuks gedaan en zondag zijn we weer rustig naar huis gegaan. Dus het was meer een beetje een teambuilder, elkaar leren kennen op een leuke manier. En het was jammer van die wedstrijd dat we die verloren, maar het is ook wel weer nuttig geweest. Wil ik praten over het systeem je speelt? 4-4-2, zo mag ik het noemen, of zeg jij? Ja, 4-4-2, 4-3-3, dat heeft vaak te maken met 1,5 meter. Nou, dat speelt weer in dit geval met twee diepe spitsen, maar we speelden ook met Jaap als rechterspits. Dus, en links wat meer een vrije ruimte. Je kan ook zeggen, we speelden 4-2-4, we speelden soms met vier spitsen. Iedereen is in vrij om aan te vallen, als hij ook zijn verdedigende arbeid maar levert. Ja, ben je er al uit hoe je wil gaan spelen ongeveer? Ongeveer wel. Ja, nee, kijk, we krijgen nog een aantal jongens terug. Michael van der Heijden is pas vader geworden, dus hij heeft vandaag voor het eerst met de tweede gespeeld. Die was een weekje afwezig. Anton Daan is nog geblesseerd. Hoesin Bezaai was nog geblesseerd. Dus we krijgen nog genoeg jongens weer terug bij de selectie. En, ik heb ook vandaag een paar goede jonge jongens in zien vallen. Dus biedt perspectief. Wat vond je het meest positief aan vanavond? De dingen die we afgesproken hadden, het vroegtijdig storen, het opjagen van de tegenstander en het snel omschakelen, dat heb ik teruggezien. Dat hebben we gisteren getraind en dat heb ik vandaag teruggezien in de wedstrijd. En op het eerste kwartier hebben we eigenlijk geen kans weggegeven en daar ben ik zeer tevreden over. Stijn Rad valt een kwartiertje van tijd uit, is dat ernstig? Ja, hij heeft zijn knie overstrekt. Dat moet in de komende dagen blijken hoe zich dat ontwikkelt. Dankjewel. Alsjeblieft.